Lekker. Vandaag ga ik babypannen maken. Buikspek van het varken. Met het zwoerd eraan. Dat is heel belangrijk, want het zwoerd, daar gaat het allemaal om. Super krokant zwoerd. Voor het vlees hebben we nodig wat azijn om dadelijk het vlees mee in te wrijven zodat het nog krokanter wordt. Zout, zeezout, 2 eetlepeltjes. Ik heb hier 5 kruidenpoeder, een eetlepel ongeveer. Een mix van 5 kruiden wordt veel gebruikt in de Chinese keuken. Dit is vloeibare gulab jawa. Dit is zwarte bonensaus, ook beide 2 eetlepels. En hier heb ik ook nog 2 eetlepels, je ziet het bijna niet. Rijstazijn. Dagje later, de buikpan heeft een nacht in de marinade gestaan, die echt keurig droog zijn. En ik ga nogmaals gaatjes in dat zwoerd prikken, zodat er straks al dat vet eruit kan druipen als er nog een rooster in de oven ligt. Zo klinkt babypan. Ja. Om nou te zien of het wat geworden is, hebben we natuurlijk een testpanel nodig. En het testpanel bestaat vandaag uit mijn cameraman, tevens mijn favoriete zoon, tevens mijn enige zoon, Kik. Smaakt het zoals het kruid? Ja, heel erg.